Yes. Eindelijk vrij van school en lekker kijken naar YouTube of TikTok of TV. Maar ja, natuurlijk moet je eerst naar al die vuile reclame shit kijken. Want tegenwoordig moet YouTube zelf ook weer eens meer geld verdienen, waardoor je nog meer reclames en langere reclames krijgt. Jij bijvoorbeeld moet ook ineens reclame kijken om mijn video's te kunnen zien. Gezeik vind ik dat, want die reclames geven mij bijvoorbeeld al helemaal niks en bezorgen jullie alleen maar onzin, net zoals deze video's. Want ik heb zojuist weer tijd van je leven gestolen. Bedankt voor het kijken naar deze onzinvideo. Tot volgende week. Laters.